Noordwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Noordwien. Goeie, en welkom bij Noordwien. Jouwt we vanuit het Omroep Friesland Café. Maar een echte theaterman in hart en ieren. Maar hij zit er regelmatig op de trekker. Maar horen we, het groepverzet is hem net vreemd. De mouwen opstroepen dus en ervoor. En ondertussen een hele mooie opleiding in de rijkszak haven van Herman van Veen. Ik had toen Volkert Wesley. Hoor, dat is de best Volkert. Ja, ja, super. We mogen weer even bijpraten. Ja. We kennen ook wel al een tijdje, hij is vaak een rol in Noordwien begonnen als columnist, als onjager van mooie onderwerpen. En wat ik al zei, hij is intussen een aardige cv opbouwd. Jawel. Hoe is het? Ja, het gaat voor best. En nou ja, de eigenlijk het afgelopen jaar hier wel heel druk geweest. Ik ben mooi theater. En het is eigenlijk fantastisch nou ja, dat hele festivalseizoen weer op gang kwam. Dus nou ja, daar kon ik ook mooi weer op inspringen. En ja, dan zit je wel lekker in die molen. En dat natuurlijk afwisselt mooi gewoon de dagen dat je dan werkzaam bent in Groenverzet. Ja, Groenverzet. Ja. Wat hoort het op dit stuk voor die? Want ik zie die mijn foto's erin, mijn grote tractoren. Maar dorst meer machines of zit dan ook voornamelijk op die tractor? Ja, voornamelijk op de tractor, maar dumper. Heen, dus ja, dat is een soort ridden. Heen, dan daar een vrachtje zand heen en dan weer een dag in de kubs. En nou, dat is eigenlijk elke dag is weer anders en verschillend. In de kubs, mag je even uitlezen? Ja, de kubs, dat ben gewoon dat ik gewoon groen rijden de hele dag terug. Dus vaak 600 meter en dat moet dan iets aangroeven worden en dat moet dan naar een depot. Ja, dan ben je gewoon de hele dag nou ja, verstaan op nul en gaan met die banaan. Was dan de radio ervoor of draait dan een cd'tje of zo? Nee, ik heb altijd mijn eigen Spotify muziek op. En nou, daar komt mijn aanstaat natuurlijk ook wel op. Dus, nou, we draaien natuurlijk ook als je het krijgt. Stiert dat dan op in ja, ja, de soms wel. Ja, druk? Ja. En dan moet je eens betekent dan die live opnames van. Ik, nou, eigenlijk maar alle muziek, ik weet net wat dat is. Altijd nou Joe Cocker is of Devin Townsend, we komen eraan, sta je wel op. Ja, ik draai altijd live, op meer of andere manier. Live opnames? Ja, vind ik volle mooier als de studio opnames. Okay. Ja, waarschijnlijk ook omdat je als artiest weet dat je iets live doet, dus je hebt mensen van je neus. Ja, dan ben je eigenlijk altijd nog krijgt wat beter, krijgt wat scherper. Nou ja, ik denk dat het mijn muziek ook zo is. Is de Volkert in die trekkers is maar, hè, is erop zit dan. Hè. Bist dan vooral arbeider of zit er ook nog wel de theaterman die, ik zit maar eens een lang interview met Herman van Veen op een podcast al lust het of de radio in je er wel eens voor zet vanwege het nijs of bist dan gewoon nee lekkere muziekjes op en ik ben hier de arbeider en ik denk nergens benij. Nou, ik ben altijd wel van op sommige dagen, nou, dan moest ik echt wel de kapper bij. Hè? En dus dan ben je echt mooi het werk bezig. Hè? Dan ben je nou, ja, scherp en gefocust. En ja, als je mooi in volle vracht, nou, ja, maar die trekker rollout, riest 8 uur op een dag en oer al heen. Ja, dan maak je echt wel de kapper bij. Hè? Want het zijn grote machines. En dus dan kun je net. Maar. Het Groenverzet is ook wel een hele mooie wereld. Ik mooi collega's en man die heb ik van alles beleefd. Ik ben een hele mooie verhaal. En ja, dan ben ik ook altijd heel scherp. En, ja, dan, en je beleven van altijd van alles. Nou, en dan denk ik soms ook echt wel van, oh, nou, hè, kennen we je wat mooi? En nou, wat zijn we dwan? En soms dan schreeuw ik ook wel, we hebben dingetjes op. Nou ja, sassen wat. En dus hey, je bent dan natuurlijk wel aan het werk en dan ben je daar ook maar bezig. Maar dat kapje als theatermaker, dat draait altijd wel terug. Ja, correct, ja. Nou, en zeker de oude tijd, he, van ik wie dan gewoon hoe dat is aan het werk. En dan vaak jongens nou, repeteren of
regisseren of dit doen, dat doen. En dus dan heeft toen daar is ik die telefoontjes of nou ik moet dit nog even doen, dat nog even doen. Dus ik kan nou ook multitasken. Multitasken? Ja, ja. Och, ja. Heel wat. We begonnen het eigenlijk mee, want was op de gediek had je op squallen zitten. Ja, klopt. Wie is jij de arbeider of wie is jij de theaterman? Wat wie in die droom eigenlijk? Of moest je graag altijd op die trekker zitten? Nee, totaal net. Heem van op een basisskwallen. Nou ja, maar de Christen steken en de musicals spelen. Ja, dat vond ik machtig mooi. Nou, ik wist ik wel van nou, dat vind ik een stuk leuker als rekening, taal, spelling en zulke dingen meer. En ja, en ik hier helemaal geen idee. He? En nou ja, ik weet net valt ergens heel goed in. Of dat ik dacht, dat laat mijn interesse. En ja, toen kwam ik op de burgemeester Harmsmaskwallen, dus in Garendiek. En nou, heel toevallig was mijn mentor in de eerste klasse, dat wie de dramadocent, Marius Del Grosso. Nou, hij had Benny op lofte een soort regisseert. En ik wil namen maken als regisseur hier in het Friese land. En die dacht van, dat jonkje dat maakt maar een kop onder de kont, hè? Richting de theaterwereld. En nou ja, zo zei dat ik begon. Maar hier wordt voortrof van, er zit misschien wat in die volkert. Ja, dat denk ik al. He, we hadden toen dingen acts maken van kunstbenden. Nou, daar begon dan weer een baltje te rollen. We deden het Squaltheater. En daar speelde ik mooi. Nou, daar ben ik nog maar nou op oor al geweest. En dus ja, dat wie daar ik aardig actief. En ik op die squallen, net alleen nog Marius, maar dat wie ik het systeem op die squallen van. Er waren schoen naar elke leerling individueel van hey, wel uit in talent. En waar bist ook goed in? Wat vindst je interessant? En nou is het bestaande lesprogramma waar ik heel erg op talentontwikkeling focust. En dat stond daar ik heel heeg en ik en nou eigenlijk nog heel heeg in het vaandel. En ja, daar kreeg ik alle vrijheid en alle ronde om, ja, om die daar dan ook in te ontwikkelen. Wie er meer bij van die les die daar geïnteresseerd in wie? Die kreeg ze daar die virtuele skoppel door de kont kregen? Ja, op dat moment. Ja, tuurlijk. Wie is een soort groepje of zo? Ja, nou, een van het mooie weer van Winderman die graag een auto opknappen worden. Nou, dan waren er een auto in techniek lokaal zet. En dat weer, nou jongens, doe maar. Ja. En bij ons weer dat nou squallen, we gaan repeteren. En dan hebben we en dan maken we een voorstelling. Ik mooi muziek zo, mooi verzorging zo. En dus, en het is heel leuk van de mensen. Of de leerlingen, en weet je, dus mooi dat hier, dus die vrouwen hier Harmsmaskwallen troon, hè? Nou, die komt nou overal en nergens tien. En dan wist nou van, oh ja, die is die richting, en die is die richting. En iedereen heeft eigenlijk, dit je dan ook tien komen, nou, daar ik werk in voen of een baan in voen. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Nou, en zei dat mij eigenlijk ook. Wat had je nog pro-contacten? Had je nog vriendschap met uw titi te houden? Nou, nee, net dat je nog steeds wie kan eens al praten of net zodanig. Maar ja, er komt geregeld mensen tegen. En natuurlijk Facebook. He, dan zie je van mensen van alles en al wat voorbij komt. En dan denk ik van dat is ook logisch. He? We draaien de Joe Cocker, zei ze. Ik ga een valley of the far live-opnames. Ja. We draaien Hitchcock Railway. Puur toeval of zei ze, nou, dit nummer had ik wel iets bijzonders? Nee, dat is puur toeval. En, dat is gewoon lekker. Ja, en het leuke is van. En ik heb natuurlijk, en dat we natuurlijk van de corona een soort in de auto zitten. En dan zoekst en dan daar hinnen, dan daar hinnen. En dan was betiet en dan moest hem al voor de spelen. Nou ja, dan wie dit altijd wel een album wat ik even omzetten. En dan wie ik lekker wekker. Net live, maar we draaien bol, omdat hij in die favoriete lijstje staat. De kick, maar straks hebben we nu te lezen waarom. Een lach en een traan. Laat het stromen.
een lach en een traan van de Kik. Stier in het favoriete lijstje van mijn gastjoerd, Volkert Wesseling. En Volkert bekende kreeg van de eerste keer dat ik dit noemer hier. Ja, ja, klopt. Hoe komt die in die favoriete lijstje? Ik dacht van, ik mocht wat nummers uitzikken. Ja. Ik dacht, nou, dan is het wel leuk. Want dat groenverzetbedrijf waar ik dan werk, die had een planner. En ik mede-eigenaar. Nou, en eigenlijk... zonder de flexibiliteit van die beste man... ken ik gewoon net doen wat ik nou doe. En daar is wel een heel stukje dankbaarheid hek daarin. En toen dacht ik, ik vreeg hem gewoon wat zijn lievelingsnummer is. En die spelen we dan even aan. Mooi man, hoe heet ja. hij? Jouke. Jouke, bedankt. Ja. Dat is ja. de Volkert vrij plant hast. Ja, nou zo, ja. Ja, want wat hast ook grillige wieken in dat opzicht dan? Nou, de daar is de oren net bij wijze van spreken. Nou, klopt. Eigenlijk het Arune Jel hier. Nou, is het wel heel druk geweest op theatergebied. Nou, en dat staat al je weer op. Daar wil staan ook van gingen. Daarnaast, de economie, zeg maar, in die cultuursector. Nou, dat is dan net je van het. Dus het is gewoon ook zaak dat je daar ook financieel daar wat nooit hebt. En dat ben de oren op het trekker en in het groen verzet. En ja, soms kink een dag net. En soms moet ik even wat jij ervoor. En dan wil ik oren om en alles ken. Er is nooit net een probleem. Maar wel heel geregeld. Het is, ja, tuurlijk. He? Van hun? Ik van hun. He? Zij heeft dus een artiest ontwerp. En dat is ik net. Een alledaagse gebeurtenis in het groen verzet. Hey, maar het mooie is ook van... toen ik dus ook op het idee kwam om een voorstelling te maken... Maaientrekker en dumper en daarmee de provincie in... en daarmee meestal wetten van maaien. Ja, dan ken die man, die ken ik, zeggen, dat spul is voor, om te werken. En hou maar op met die theaterdingen, dat doen we net. Maar dat wie juist heel oors. Dat wie van, geweldig, dat geven we de man. En wanneer heeft die trekker nodig? En best, en dan moeten we hem even skin. Ah nee, dat doe ik zelf wel. Nee, dan kwam ik weer op een zaak. Dan winnen we twee collega's ons skin spuit zien. En dan koe ik weer op paard. En, het is in een grote familie daar. En dat is heel mooi, want dan is dus zowel in het groen verzet, maar dus ik, waar ik heel erg van horen, theater, kist ook hele mooie dingen maken. En voor mij is het dan heel leuk dat dus die beide werelden van het groen verzet en het theater, wat beide heel erg leuk is, combineren kist dan ook in een voorstelling. Hey, maar dan moest wel al. Dan moest ik het enthousiasme krijgen van de man die te werken en de man waar staan maar te krijgen heeft om zulks van de groen te krijgen. Maar hoor, dat hele gebeuren op die trekker is net even niet stiedelijks dus voor mij. Nee, ik zou wel het groen verzet in ook gewoon dat ik denk van ja, dit kan ik nou wat zien in ieder geval. Want dat is gewoon hartstikke gezellig en het is mooi werk. En het is ik totaal wat anders en ik geniet er gewoon elke keer van. Nee, en de collegialiteit is heel heeg. Dat is voor mij eigenlijk echt nee. En dat is in die theaterwereld eigenlijk heel oors. Wel dat meest goed kist en dat is mooi. Een ploegje altijd wel op paard west beest. Die kist heel goed. Maar dat is toch optreest en dan dat collega's het weten en dan vreeg je van hoe gaan we het optreden of belly van hoe weer dat is gewoon dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, hast een oor idee voor die theaterwereld, is het toch individueel? Ja, daar is meer street. Dat is zelfs op het regionale niveau. Ja. En dat heb ik natuurlijk echt wel merkt in die professionele wereld. Rondom Herman van Veen. Dat weer natuurlijk echt fantastisch. En ongelooflijk goeie mensen. Daar net om. Maar het is wel oors. Concurrentie. Concurrentie. En iedereen is daar voor hemzelf.
uiteindelijk. En je maakt je wel met elkaar een voorstelling en best wel een tijd met elkaar op paard. En dus ja, ruzie heb ik nooit, en gelukkig. En maar ja, iedereen die is daar toch wel een beetje van, nou ja, had ik zelf ook maar dit eruit halen. Of wat ik zelf ook maar zou. Op zich wel logisch. Maar heel logisch. Het tekent vaak wel de manier hoe je met elkaar omgaat. Ja. En dat mag ja. Je dus wel ook kennen. Ja, en ja, dat wordt dan natuurlijk echt normaal. Dus daar wens dan ook gewoon. Ja, en dan kom je in een hele andere wereld. En dan kom je erachter van, hey, dat ken ik ook. Nou, en dat vind ik wel heel mooi. Nou ja, en ja. Misschien wel heel zoen. Dat is net een dimensioneel beeld haast van de hele maatschappij. Nee, maar dat heb ik nooit gehad. Theater en... En nou, dat is toch altijd wel een beetje dit. He, de beste eigenlijk altijd maar die... Ik klep me op. Ja, zo bezig. En nou, dat heeft bepaalde belangen. En als je in een voorstelling zit, ja, dan is alleen nog daar het ego op richten. He, maar ik heb altijd andere sectoren he, heel interessant vonden. Het openbaar vervoer. He, ik heb voorstellingen maken in en op en over de bus. Nou, daar een soort mooi op paard geweest. Nou, de agrarische sector he, vind ik ongelooflijk interessant mooi wat daar gebeurt. En nou, zei ik eigenlijk altijd naast het theater, ik eigenlijk altijd naar andere dingen zien. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg lekker. Gewoon. Nou, dan ben je daar in wonen gong en dan daar en dan daar. Ja. Heerlijk. Ja, mooi man. Ja. We gaan weer muziek draaien. Chantel en Disco Partizani. Is dit van de orenbaas je favoriet? Of nee. Dit is dan weer mijn favoriet. Ja. Ja, ik weet niet hoe vaak de baas nog paaien was. Maar nee, hè. Dat is ook gebeurd. Oh. En dit zit ik maar eens op op een trekker. Nee, dit is echt wel voorstellingsmuziek. Deze muziek broeken wij ook wel een soort in de producties van Marius Del Grosso. En dit is gewoon topmuziek en heel vrolijk. Dus als mensen nou stil op een bank zitten blijven, dan dat ken eigenlijk net maar deze muziek. Chantel, Disco Partizani. We draaien hem op verzoek van mijn gast van Jort Volkert Wesseling. Ik ken hem al een tijdje, ik zeker bij de Omroep. Ik neem altijd maar even theaterman, maar groen verzetter. Om het zo maar zo te drukken, begint te leven hoe die lippen op de trekker. En dat prachtige bedoel wat hij alle roemte jaalt om in ieder geval een creatief dwaren te wijzen. De best middelbare squallen, dan komt het een beetje een mentortje in, hè? Ja. Meneer Del Grosso, had het er al even over. Hoe komt het op die eerste? Wanneer best een eigen solo paard een beetje uitging? Want ik begreep dus toen een roltje kreeg en had het ooit Billy Elliot. Ja. Ja, klopt. Maar ergens komt die omslag naar zelf dwaan, zelf produceren, zelf betinken, zelf verkepen als het ware. Is dat toen nog? Ja, van ik was dan ook altijd wel in die tijd, ik wil vregen van op een feestje of de wie de meesting zou volle je trouwt en dan kreeg ik anekdotes mooi en had ik daar dan ook optreden koe. Nou ja, dat deed ik dan ook altijd zelf en... Ja, ik beluts daar echt nooit in of zo. Dus, nee, sommige mensen willen heel erg in organisaties. Ja, ja. Die gaan nog solliciteren bij een club. Of... Nee, ik kan dan nooit solliciteren. Nee, dat bedoel ik, maar je bent wel op die zelfwerk in dat opzicht. Ja, ja nou, en dat is eigenlijk het leuke van... Je bent dan artiest of theaterman, maar ondernemen daarin is echt heel belangrijk. Ja. Dus er moest altijd plan maken. Je moest zien van, dat weer maar die voorstellingen in de bus Hexa van, dat is begonnen mooi een act voor de straatfestivals. Nou, en op een gegeven moment denk je, nou, daar zet ik meer in. Nou, ging ik eens schreeuwen, ging ik eens met mensen praten. Dan krijg je informatie. Nou, dan ga je om tafel van, kunnen we daar iets grutters mee doen? Kunnen we daar muziek bij broeken? Kunnen we mensen vregen? Nou ja, en dan ingeende wij, nou dan ontwikkelt zich dat en dan is het spilling. Nou ja, en dan, ja, dan krijgt het steeds meer vorm en gestalte. Maar daarin mag dus wel constant zelf het initiatief nemen. Ja, altijd. Altijd. En het kan ik heel veilig wijzen dat een organisatie voor die doet, een sales kip, ja. Een productieteam,
En dan denk je, nou ja, daar fiets ik lekker in mee. Maar dat hast toen dus net. Nee. Nou nee, van hen, je hebt natuurlijk wel mensen die je kennen, die hun ding controleren of wij een magieënwerkje. Nou, dat is super. Maar op een of andere manier wil ik eigenlijk altijd zelf alles dwaan. Want dan heb je de regie op een of andere manier en dan ben ik wel een beetje heel eigen gereid of zo. Hey, maar dan wek ik van, nou ja, dan heb ik dat zelf in de macht. Is daarin heel perfectionistisch dan? Ja, ja, had ik iets heb waar ik me dan op een gegeven moment in feest bied. Dus dat kunnen allerhande dingen wijzen. Dan lik het net los. En dan heb ik een plaats in halen van dat is het doel, daar werk je naar daar. Maar iedereen, en, maar wat mij doen? Ja, tuurlijk. Ja. En, wat is dat? Wat sorry? Krijgt het meeste mij? Ja, dat. Ja, dat is denk ik van uit enthousiasme iets vregie. Maar, was dat moest maar een voest op tafel. Ja, tuurlijk. En, ja. En gewoon ook zei, maar dit heeft Volkert Wesseling niet in gedachten. Nee, dat is ook wel eens gebeurd. Ja. Ja. En, is dat mij een kwinkslag? Of nou, was ik wel eens lulk te worden? Nee, lulk worden, dat doe ik eigenlijk nooit. Want ik of, mij maar, absoluut net lulk voorstellen. Nee, maar het gebeurt wel eens, ja. Dat had ik vaker bij mensen gewoon. En als ze dan lulk ja, dan gaat het maal. Ja, dan gaat het helemaal. Hoe lulk... Hoe, ja, nou, ik... Ik ken niet, nee, ik ken nou net uw dagen. Dat, maar. Nee, maar dat is ook net wel. Ben je in de woorden? Ja, nee, maar een van ik ken heel lelijk worden als er iets op een hele oneerlijke manier giet. Ja. En, is dat de vlokken in de schel nog net? Nou, vlokken net. Maar dan begint de trail in en dan word ik heel lelijk. Ja? En dan is echt dan een bomke wat ontploft. Ja. En ja. Wees dan voort of zie ik het de confrontatie? Ja, dan zie ik wel de confrontatie. Je bent net van de benauwde dan? Nee, maar dat is, maar dan moet het me ook heel heeg zetten. Ja, nee, maar. En bepaalde situaties die krijg je eigenlijk bij mij 4 kansen. En als die 6e kans er is en het wordt dan nog net, nou dan is het mis. Ja. Ja, dan is de keer, ja, dan ontplof ik. Ja. Ja. Maar hast nog steeds wel de zelfbeheersing om net beginnen te vlokken. Nee, maar dat heeft ook geen zin. He? Soms mij eens even duidelijk wijzen. En dat is in het groen verzet natuurlijk extra. Van soms komt er maar een uitvoerder. Nou, die begint vol te blaffen. En pam. Dan waarom? Of? Nee, dan ging ik heel lelijk zien. En dan touwen ze wel weer al. Dat is mijn manier wat. Ja, dus en dan, maar dat is ook in die theaterwereld. Daar ben ik altijd al hinkelijk van mensen. Nou, en vaak gaat het heel goed. Maar soms ook net. Nou ja, en dan. Ja, dan ja. En dat jij er soms ook bij. Hè? Het dubbele zit hem, dat is natuurlijk als acteur een heel soort rol intussen ik al spelen had. Ja. En dan spelen ze natuurlijk soms ook de boze meneer. Nou, dat ja, de hint van. Het, ik zou op dit moment zelf ook wel weer eens heel graag spelen willen gewoon in productie. Hè? Dat is gewoon alleen nog spielerst. Dat is in mijn beleving al heel lang lien. En gewoon net solo's, net al geen voorstellingen, maar gewoon eens even lekker spielen. Want ja, dat is gewoon heel lang lean, maar dat is wel mooi werk. Het is wel mooi werk. En wel lekker dat je een organisatie onleunen kist. Ja, dat is het ja. Zelf net hoesten. Nee, precies. En dat weer van de corona, hier te jaren maar Herman van Veen een voorstelling schreun over de wolf. En Herman hier hem schreun, te jaren maar mij. Inkoopproductie bracht. We hebben op de Veluwe spelen hier in Friesland overal wel. En nou, dat smaakt ik wel naar meer. En dus we zoeken mooi een impresariaat om tafel. Die zutelt eigenlijk die voorstellingen uit. Dus dan hoest eigenlijk alleen nog te komen en die beste dwan. En ja, dat weer wel een beetje mijn doel. Ik mooi een technicus werk altijd maar werkje. Die had ik op de Harmsmaskwallen zitten. Dus. Ben je met je beiden op toernooi? Ja, dat zie je er haast om te komen. Een twaamans voorstelling. Ja, dus hij achter de knappen en ik de voorstelling. En dat wie eigenlijk een beetje het doel. Dat je een voorstelling mooi ziet. Wij je dan ook mooi terug Nederland, nou ja, op tournee kennen. En wie zou ik de eerste keer wijzen, maar dat...
Ja. Dat had toen bij Herman van Veen Soest een prototype. Ja. Maar echt op tournee? Nee, nee, nog nooit. En zeker zelf net. Dus dat wie wil het, ja, het doel en het droom. En die weer heel dichtbij. En toen kwam er een virus onwaaien. Doe was me haast nooit leuk. Maar had Volker thuis. Ik ben de West-Zienburg Wennest. Wennest nog steeds de Griek 10 jaar over die... Nee, Jester Mar. Ja, daar ben ik nou een jel hier. Ja, ja, nou goed. Ja. Maar het Volker team Jester Mar op de bank. Toen wilden ze even toch wel een stiekem volkwutje. Nou, is in eentje. Nee, nee, eerst net. Want het wie dan traaien weekend even niks. Nou, dat vond ik dan echt wel lekker. En, maar voor die carrière, mij Herman van Veen in een voorstelling. Dat besef, dat kwam later. Dat want lijkt mij wel een dingetje. Heen, want ik ben heel gauw bats op die trekker kom. Heel gauw wat oors. Aier aanleiding. En man, nou ja, we shit wel. Zijn instelling. Maar dat wie eigenlijk na een eer. Dat toen hier ik weer een keer spelen en dat weer onder maatregelen. Dus mooi orelmeter uit mijn koor, mijn mondkapjes en de hele reutemeteut. En mensen werden op dat moment ook net heel vrolijk. En toen heb ik die voorstelling spelen, gong goed. Maar ik was er zo de ongelukkig van die maatregelen. Want mensen hebben mondkapjes op, dus de koers net zien als ze laken. Of wat ze leuk zeggen. Alle lol die ze bij zijn voorstelling haast weer voort is. Gewoon volledig voort. Geen interactie meer. En je bent een artiest omdat je mensen vermaait ze willen. En ik ben een mooi repeteren en alles ben ik heel slecht. Maar ik maak publiek van mijn neus hebben. Minder repeteren? Ja, gewoon heel... Dan ben ik gewoon slecht in. Maar ook de mensen van mijn neus hebben, dan ben ik er. En dat slaag het toen net. En toen heb ik zo een van... Alles leuk en aardig, maar zolang de maatregelen binnen... kom ik net op een podium. Nou, daarna kwam het besef. Wie is aardig kwart verkoopt. Ja, ja. En daar ben ik gewoon heel, heel strikt in geweest... en de poort stiefhouden. En en op gaande wij zeggen de collega's langzaam beginnen. Heel mooi. Heel testen voor toegang, zulke dingen meer... Nou ja, toen dacht ik, ja, dat ken ik echt wel. En toen dacht ik, nee, dat doe ik net, want dat vind ik net leuk. Nee. Dus dan doe ik het echt net. Maar ja, die carrière om het zo maar zo te drukken. Ja, en dat had ik wel heel zwaar geweest, ja. Daar staan, in die cabine, dat is een beetje mijn vaste trekker. Nou, en in die cabine, ja, daar heb ik heel wat oren naar. Ik dacht van, oh, hoe komt het? En nou, ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van, nou, ik denk dat ik nooit weer op het podium stap, want... Het is Safir Ford. Wat die dat met hij? Nou ja, daar wil je heel verdrietig van. Ja, nou ja, dat is denk ik nog alleen op zijn trekker. Dat, met dat soort gedachten. Ja, daar ben wel trainen in. Dat kan ik me voorstellen. Heen, want het is dat je dat... Heen, de drokte en al die rompslomp en... Nou, dat heb ik net mist. Maar de essentie dat je mensen net meer vermoeid ziet kennen... Of mochten... En dat je dat net met dwang kennen, dat is wat je het liefste doet. Ja, staat missen maast. Ja, dat rekent die gewoon in waar het best als mens. En dat werd wel een hele wrakseling. He, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Nou ja, en ik weet precies hoe die toekomst Jost. En dat is ook voor een groot deel misschien net te voorspellen. Nee. Dat Jost nog nee, gelukkig net. Stikstof en oorlogen en andere problemen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat toen vanuit de leer van theater een soort toekomstbeeld had van, nou ja, wat er gebeurt, maar ik bedoel een theaterman. Tuurlijk. En ja, een virus die echt letterlijk haast met de honkbalknuppel dat toekomstbeeld uit die slaat. Ja, en ik net alleen nog voor mij, he, maar er ben een heel soort mensen. Maar en dat is nou extra van, ja, wat ga je doen? He, ik heb een geweldig mooi seizoen gehad, maar die trekkervoorstelling, nou, dat kind taken meer ik wel weer. He, maar ja, je hebt toch een plan van, oh, nou, wat zal ik in de winter uitfretten? Ik wil weer een productie maken. Ik wil zelf wel weer spelen. Ik wil dit, ik wil dat. Maar alles is mooi een vraagteken. Omdat de tijd nou zo is dat je niks meer zeker iets zeggen kan.
En het veroort per week. En dan is er dit onderhand, dan is er dat onderhand. Dus het is gewoon een beetje rustig blijven en machine. Keep calm and carry on. Yes. Elke morgen gewoon de dik uit. Squallen, burk, het mak het niet. Elke door giet van mij iepen. Niet giet je rij zegt verkeerd. Ik ken elke een maar moedje. Ik ken oor als maar bij. In summer, my delightje. Mij de schreeuwen, mij ik ek. Zelfs als alles eventjes zin zit. Doch geen een, je vriend als gek. Soms zo dronte om te leven. Adrie de Boer, Libje in Vrijheid. Noemen dat kreun is in programma, van het programma 75 jaar vrij in 2020. Maar ik dacht misschien wel mooi, je vrijheid om je creatief te uiteren. En dan komen er al die virussen langs. En misschien wel economische recessies. Als theaterman, Volkert Wesseling, Joert de Gastbuis. Dus ik alle kanten opskerten, he, momenteel natuurlijk. Ja. Maar het draait uiteindelijk wel om een zekere mate van vrijheid in je holle. Adrie de Boer, dat is wel een mooie gearwerking. Ja, West, he? Je hem toch op dit stuit net zo vol. Nee, op dit moment net. Maar ik denk dat wij mekaar bellen en zeggen, hey, ik heb een idee. Dan is het hup. En we staan er weer mooi een programma of wat dan ook maar. Hey, maar ja, dat is ik alweer vier weer verliezen. Nou ja, Adrie en ik, we vonden mekaar ook. En hij had mooi geweest met de bus. En daar ben dan weer programma's uit roegelen. En we hebben Christconcerten gedaan. En nou ja, onze creativiteit kon ik al net op. En we zoeken een programma mooi, 25 hier vrijheid. En Adrie had een geweldig mooi nummer daarvan schreven. Alle teksten die net klaar, maar ik dat mocht net er ook in vanwege... dat virus. Ja. Dus nou ja, dat hebben we dan ook maar zien of dat ooit nog een keer oppakken of net. Nou, we kunnen in ieder geval nou draaien. Ja. In alle vrijheid. Ja, dat is zeker. Is Adrie de Boer in dat opzicht perfecte nou ja, creatieve maat van die Wurden? Qua karakter, hoe hij erin steert? Ja. Ja, van het is meer altijd... een muziekman, he, wat dat onbelangert. Ja. Ja, maar en dat weet ik eigenlijk wel heel bijzonder van Adrie, nou, dat zou ik mijn huidwijze kennen. Hey, maar nou, die verhouding weer er eigenlijk nooit. Het weer echt gewoon, nou, hij had die passie van de muziek en ik had die passie van het mooi zien van theater. En nou, dat heeft mijn koor heel erg versterkt in de programma's die we hebben. Maar ik, nou, ik denk ik. Adrie als muzikant, maar ook mij als theatermaker. Dus ja, daarom kon ik van alles mooi zien en bedenken. Die verhouding met Herman van Veen, hoe zou die omschrijven wel? Meer leerling-meester of ik wel een beetje theater, heid en zoon-achtig? Ja, weet ik net. Dat ik mooi Herman werkje mocht en daar nou, een heel soort dingen dienen en een heel soort bijzondere, prachtige voorstellingen. Hoe is dat te lonen kwam eigenlijk? Ja, dat wie ik gewoon, he, als jonkje ben ik opvoed met zijn muziek. Mijn Alfred en Usmem die draaide altijd zijn LP's. Alfred die dook spakken, ja. En nou, toen kwam ik er later achter via YouTube dat diezelfde man van die Veskes, die stond eigenlijk op het podium. Ik dacht, dat is super, man, dat had deze jongen ook in de holle. Dus dat wie je vond, nou ja, een voorbeeld, maar net bewust een voorbeeld, maar meer van, hé, dat is het idee.
En nou, toen ben ik een keer met ons mem naar een christconcert geweest in Naarden. En zitten we vooraan en prachtig en zeker in het echt. Nou ja, na de tijd een hangen, dat we echt een beetje dat Sinterklaas effect wist wel. En toen zei ik van, nou ja, hou me op de hoogte van wat je doet. Dus dan schreun ik hem een keer in die een mail van, nou, ik ben hier maar bezig, daar maar bezig en hoe gaat het met u? En dan kreeg ik altijd heel netjes een mailtje weer waarom. Nou ja, toen zie je hier verleend, toen eerpen hij dus in Soest, in het Herman van Veen Aardcenter. Nou, toen weet ik gewoon, kom eens even del en dan maken we plantjes. En we gaan altijd plantjes maken. Dus, Wat is dat voor boon? Is dat een vrungenskip? Of is het toch wel professioneel? Of wat ik als leerling meester een beetje? Ja, beide. Heen van, heen nood. Nou is het extra van Herman die zit in Duitsland mooi in tour en die moet ik water trappelen om alles heen. Ja, de holle boven het water te horen. Nou nog, want die man is diep in de zantig. Ja, ja, maar heen, ja, de ben wel, hij had ook een heel bedrijf en ja, dat moet ik er ook in. En dus op de schaal van hoe wij bezig werden, nou dat is heen, dat, nou, dat in Edmingsa. Heen, daar ben ik horen keuzes maken. Maar het contact is er wel. En voor de toekomst, ik hoop. Heen, we zouden dit direct nog weer om tafel. Dus dan willen we direct wel weer plan maken. Dus, nou, dan zal er vast ik wel weer wat uitkomen. Heen, maar ja, dat wie ik altijd. Ja, dat wie ik gewoon. Heen, wel Herman de Herman. En ja, daar wie ik me altijd heel bewust van. In hoeverre is hij mij die vak bezig was naar Dijta, bedoel, ben je mee? Ja, alleen nog maar. Alleen nog maar. Echt heen? Les. Ja. Stukje spieren, stoppen. Ja. Volgens de Mastit, Zuidwaan, Volkert, ja. Dat. En het mooie weer van, heen, wij hier natuurlijk, wij hebben al heel lang contact. En nou, hij heeft me ook opgroeien, jongen, als van jonkje naar man, of mantje. maar, en... Ik heb een theateropleiding die in Jering Lauwert. Nou, dat was een hele grote street. En dat was verschrikkelijk. En, waarom? Nou, dat was... Zij hadden een systeem. En zij zeiden, Volkert, dit is uw parkeerterreintje. En dan komt de modern auto. En dat is het vak waar je parkeren moet. En dan gies naar dat vak. En dan gies naar dat vak. Nou ja, nee. Heen, zo werkt het net bij mij. Heen, want ik wie al heel vaak ergens parkeert. En ik hier mijn netwerk en ik hier mijn eigen dingen. Ik wie toen ik al heen van mezelf, toen ik op die squallen kwam. Dus ja, dat roem helemaal mis. Mooi een squalsysteem. En nou, toen dacht ik, nou dan maak ik daar het beste ervan. En nou, toen in het laatste hier. En toen week ik al bij Herman van Veen bezig. En nou, toen moest ik nog wat stagehoren. En nou, toen vroeg ik die mensen van, nou, ja, ik speel in productie mee, dus mag ik daar stage rennen? Nou, dan moest ik vragen dat Herman een gecertificeerd leerbedrijf was. Nou, toen dacht ik, nou, hou dan ik maar op. Ja, en toen hiek ik een voorstelling. Heel mooi, daar heb ik mijn hele netwerk in broek. Ik dacht, nou, dan sluit ik het goed aan. Zat Marius altijd zo uit. De laatste voorstelling onthoudt het best. En toen vonden die mensen het toch nog wel heel erg leuk om hier nog even een zakje te letten voor het examen. Dus dat zou. Dus dat lijkt wel een erfenisje dus. Ja, dat lijkt wel wat. Die vrouw die zei dat ik maar een glimlach om haar gezicht van, ja, de best net slagen. Glimlach. Nou, toen kon ik alles daar in dat hele hak kapot slaan. Maar dat heb ik net in. Ik dacht, we blijven rustig, we zien wel. Hier vloggen we. En toen heb ik dat examen halen en nou, de heu. En toen ben ik mooi bij Herman verder gegaan. En daar ja, was daar in middenlees, dat leest net in 4-4 MBO-theater. Echte vakman? Ja. Maar ik ben pro de warmte, had ik het idee. Ja, alles doet hij met passie. Ja. En ik vaar meesken, jonge theatermakers, jonge muzici, ja, de hetter gewoon, ja, de hetter wat mooi. En die wil er helpen en die wil er vooruit helpen. En mooi elke vezel in je lichaam doet er dat en wil er dat. Ja. Nou ja, je lijkt net van niks een foto van Jim Beiden. Nee. Die had gekregen van die trekkerbaas, om het zo maar te drukken. Ja, klopt.
Je staat er verder trekken. Dit wie bij de voorstelling die ster dienen haast dus. Ja, hinderd wie al een eer wie het Herman van Veen Aardcentrum bestond 10 jaar. Dus er wie een jubileum. Alle artiesten en muzikanten die mochten daar een kwartier optreden. En dat wie dan echt van al moois nieuw gaan horen tot medisch vijf, iedereen die wat. En dat wie eigenlijk een beetje voor een cadeau voor Herman. En toen dacht ik, nou, dan ging ik maar de trekker erheen. Hè. En die trekker die moest ik van eerste maar naar Soest. Dus maar de vrachtwagen, die blader, trekker erop. Iedereen toch dus toen bij de blokkeerboer? Ja, nee, dat voelde me mooi. Iedereen. Ja, hé. Hey. Maar ik maar die bij de eigen... Oh, actie werden, helemaal van Veen blokkeren. Ja, ja. Oh, nee, maar dat hebben we net dingen. En... dat wie ik we hek zalak onderwijs en dat wie ik gewoon ik mooi Jouke en Ilko van het bedrijf een prachtig mooie dag, maar ik dat na 2 jaar voor het eerst dus weer op dat aardcentrum spelen moest en die trekker 26, ja daar heb ik gewoon al die oren in die coronatijd opzetten van hoe komt dit en hoe komt dat? Nou, en als onze uitvoerder 2 jaar in zijn hier van hoe 2 jaar dan risto maar deze trekker het Herman van Veen aardcentrum op en Herman die doet die dumper omheen en dan heeft een hele mooie voorstelling zegt dat Del, ja dan heb ik hem uitlaken. Dan zeg ik zo, dat ken het. En toch gebeurt het. Dat is maar die trekker die mooie lange laan opriest. Maar die dumper erachter. En het waardeert. En we hebben een super mooi dag gehad. En deze foto. Dit is eigenlijk 2 jaar. Mooie dingen. Street. Rariteiten. Stress. Een soort genieten. Wat eigenlijk in deze foto. In één sketten is. Dus maar alles weet je eigenlijk van horen. In één plaatsje. Nou ja, nou, die dan ik van de brouwerman krijgen. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie grote prijs. Dan is het cirkeltje wel rond. Ja, meer dan. En het is alle jaar mooi passie en het werkje. De beulig ervoor, nooit op je aan. En gewoon machine wat de tetus brengt. Nog in een plaats. We... besluiten deze aflevering van Noorderwind ermee, Devin Townsend. Ik mag ook zeggen, met mijn heavy metal achtergrond, ik ken hem van een band die dat heet Strapping Young Lad. Ja. Ik kreeg het listje van het ik zo. Ja. Die houdt van hele zware metalen. Ja. Maar deze Devin Townsend, solo, mag ik er even bij zeggen, zit in die favoriete listje. En dan krijg je een hele soort muziek dan wat ik van hem wend. Ja. Maar we besluiten er wel mee. Moon People, we hebben dit noemen en we hebben Devin Townsend. Nou, mijn broer die had hem ontdekt. En die zei van, oh, dan moest gewoon eens luisteren. En al die nummers, nou, dat, ja, ik weet niet wat het is, maar dat is gewoon vet. Dat is gewoon machtig. En nou, we gaan in... maart, ik nam hem Shen live en daar heb ik heel erg zin in. Hij had een nieuw album, dit is een van die nummers. Ja, leuk. Gewoon machtige, mooie muziek. Dank u wel. Graag in je Willem, top.